Paragraaf 2.7 gaat over twee begrippen, elektrische energie en elektrisch vermogen. Nou maakt het wel een stuk makkelijker als je in woorden voor jezelf kunt vertellen wat is vermogen, wat betekent dat. Dat maakt het maken van sommetjes straks echt wel wat makkelijker. Nou, en dan als tweede leerdoel moet je natuurlijk wel kunnen rekenen met die grootheid vermogen. En daar zal ik een algemene formule voor presenteren aan jullie. Die geldt voor elektrische apparaten, wat echt hoort bij dit hoofdstuk. Maar we kunnen ook over vermogen spreken bij niet-elektrische apparaten. Zoals bijvoorbeeld een auto of het menselijk lichaam. Het produceert ook energie. Daar heeft vermogen mee te maken, maar dan niet elektrische energie. Dat doet het menselijk lichaam niet. Dus er bestaat een algemene formule die voor allerlei voorwerpen, apparaten geschikt is. En dan ten derde ga ik je ook vertellen hoe je moet werken met die speciale formule voor elektrisch vermogen. Die is wel af te leiden uit die algemene formule, maar dat gaan we verder niet bekijken. Ik presenteer je gewoon die twee formules die er bestaan. En dan ga ik je met voorbeeldjes laten zien hoe je daarmee moet kunnen rekenen. Dus ik zal je veel voorbeeldjes laten zien in deze les. En dan wil ik nog als vierde leerdoel eigenlijk nog toevoegen energiekosten. Dat we daaraan kunnen rekenen. Want dat heeft met die algemene formule te maken voor vermogen. En misschien weet je het uit de onderbouw dat je dan moet rekenen met kilowattuur, kWh. Zo. Als je dat vergeten bent, dan maakt dat niet zoveel uit. Ik zal dat helemaal vanaf het begin met jullie gaan opbouwen. Dus dat zijn de vier punten die voorkomen in paragraaf 2.7. Nou, laten we beginnen met het vermogen in woorden gewoon in spreektaal voor jezelf duidelijk krijgen en de algemene formule. Nou, de algemene formule, dat is P van power, dat is het vermogen. De P komt van het Engelse woordje voor vermogen, power, is gelijk aan energie delen door de tijd. En dan moeten we wel wat afspraken maken hoe we dat dan invullen. De energie moet in joule worden ingevuld en de tijd in seconden. En dan krijg ik dus een eenheid van vermogen, joule per seconde. En dat wordt heel vaak de watt genoemd. Nou, ik heb hier een paar voorbeeldjes neergezet van allerlei voorwerpen, apparaten die vermogen kunnen leveren. Dus die een bepaalde energie per seconde kunnen leveren. Een elektrisch apparaat, een broodrooster bijvoorbeeld, koffiezetapparaat, wat dan ook. Een automotor, een windmolen, het menselijk lichaam. Ze kunnen allemaal een bepaalde energie per 1 seconde produceren. En wat betekent vermogen nou? Dat staat hieronder. Als jij leest voor een lampje dat het vermogen 60 watt is. Wat betekent dat nou, gewoon in normale woorden? Dit betekent dat per seconde dat lampje 60 joule aan elektrische energie nodig heeft uit het stopcontact om te gaan branden. En dat heeft dan gelijk een link met hoeveel je daarvoor moet betalen. Hoeveel joule hij per seconde aan elektrische energie vraagt uit het stopcontact. Dat is vermogen. En dat is dus heel hard gelinkt aan 1 seconde, hè, dat vermogen. Je zou ook kunnen zeggen, als dat lampje de elektrische energie 100% efficiënt omzet in licht, want licht is ook een soort van energie, dan kan ik ook zeggen, het lampje produceert per seconde 60 joule aan lichtenergie, als het ware. Ja, dus dat is in woorden wat vermogen betekent. Hoeveel energie per seconde wordt er verbruikt? Of aan de andere kant, je kunt ook zeggen hoeveel energie per seconde wordt er geproduceerd of omgezet. Met de algemene formule P is E gedeeld door T. Die komt er ook heel vaak voor in een omgebouwde variant. P, E is P
keer t. Nou, en voor de volledigheid zal ik dan ook nog de formule voor t opschrijven. Dat is dan e gedeeld door p. Oké, dan gaan we verder. Als derde puntje bij de leerdoelen stond het vermogen van elektrische apparaten. Dan zie je dus bij de p hieronder een index EL of elektrisch wordt helemaal uitgeschreven staan. Dus elektrisch vermogen is U keer I, oftewel spanning keer stroom. En hoe vul je deze formule in? Dat moet je dan wel invullen in volt en in ampère. Dus als je gegevens in kilovolt krijgt of milliampère, dan moet je nog eerst omrekenen voordat je de getallen mag invullen. En dan komt er dus ook weer een watt uit. Maar ook voor elektrische apparaten... Niet vergeten dat die algemene formule van P is E gedeeld door T ook nog geldt. Hè? Het is niet zo dat voor die elektrische apparaat alleen P is U keer I geldt, maar die heb je erbij gekregen. Dus voor elektrische apparaten hebben we deze twee formules voor vermogen P. Oké, nou dan gaan wij de nieuwe begrippen die je nu hebt gehoord, eens gebruiken in een aantal oefeningen. Stel voor op een lampje staat 230 volt 0,10 ampère. Nou, die 230 volt heeft te maken met wat er voor spanning op ons stopcontact in huis staat. Dat wordt in een opdracht soms niet verteld en dan moet je dus zelf weten dat je op die plek 230 volt invult. Maar het is nu gegeven. En deze lamp die gebruik ik 4 uur per dag. Dan komen er een aantal vragen. Laten we even kijken naar alle vragen. Bereken het vermogen van de lamp, dat is vraag 1. Vraag 2 is hoeveel energie wordt er per dag verbruikt? En dan vraag 3, hoeveel zou ik nou in een jaar moeten betalen als ik deze lamp 4 uur per dag gebruik? En dan krijg ik deze energieprijs van mijn energiemaatschappij. 1 kilowattuur kost 20 eurocent. Oké. Nou, hoe ziet de uitwerking eruit? Bereken het vermogen van de lamp. Ik heb dus P is E gedeeld door T en P is U keer I tot mijn beschikking hè, voor elektrische apparaten. Nou, gezien de gegevens kies ik niet voor de eerste formule, want ja, ik zie daar duidelijk U en I staan. 230 volt en 0,10 ampère. En bij deze formule zou ik iets van energie ook moeten hebben als informatie, maar dat zie ik niet staan. Dus daarom schrap ik deze formule en hou ik deze over. En die kan ik gewoon rechtstreeks invullen. 230 volt keer 0,10 ampère en dat is dan 23 watt. Zo, dan heb ik gelijk het antwoord gevonden op de vraag. Dan gaan we verder naar de formule E is P keer T, want er wordt naar de letter E gevraagd, zie ik hoeveel energie E wordt er per dag verbruikt. En ik weet de P, daar was de vorige vraag voor bedoeld, die is 23 watt. En hoe lang wordt die 23 watt nu... 4 uur, maar je hebt... 4 uur, maar... je moet uur en seconde. Heel goed, heel goed. Ja, we hadden gezegd dat we in watt en in seconde moeten invullen om daar joule uit te krijgen. Dus hier tussen haakjes ga ik de berekening van de T maken, nou 4 uur... In een 1 uur zitten dan 3600 seconden. Het is dan 60 minuten keer 60 seconden. Zo. En dan komt daar een getalletje uit. Dat ga ik uitrekenen. 23 keer 4 keer 60 keer 60. En dat is dan... Nou, lang getal. Ik ga daar... twee significante cijfers van overnemen. Dat is 3,3. Keer 10 tot de vijfde joule. Zo. Oké, dan heb ik de tweede vraag beantwoord. En nu ga ik kijken naar de laatste vraag. Hoeveel moet ik nu betalen als 1 kilowattuur 20 eurocent kost? Nou, als je hier kijkt naar de eenheden, kilowattuur, dan herken je hier een vermenigvuldiging. Dus ik zeg hier niet kilowatt per uur, maar kilowattuur. Er staat stiekem een keer tussen, die niet is opgeschreven, maar die staat daar wel. En wat herken je dan hier eigenlijk?
dat hier wel vermogen staat, kilowatt, en dat hier tijd staat. Maar niet in seconden, maar in uren. Die H staat voor hour. Energiemaatschappijen die gebruiken ook die formule ESPKT, maar ze vullen het in op een andere manier. Zoals je ziet, niet in watt en in seconden, maar in kilowatt en in uren. Dus ik moet deze formule nog steeds gebruiken, maar eerst even uitrekenen, die 23 watt, hoeveel kilowatt is dat eigenlijk? Dan moet ik het delen door 1000. En dan komt daaruit 0,023 kilowatt. Die tijd die ik gebruik is niet die 4 uur in dit geval. Ik moet het per jaar weten. Hoeveel uren per jaar is deze lamp aan? Nou, er stond dat die 4 uur in een dag aan is. In een jaar heb ik 365 dagen. Dus hoeveel uren is die per dag, per jaar aan? Sorry. 1460 uur in 1 jaar aan. Oké. Dan ga ik deze twee getallen invullen. 0,023 keer 1460. En dan komt daaruit, afgerond op twee significante cijfers, 34 kilowattuur. Dat is dus een andere eenheid van energie. Net zoals jij een tijdsduur van 2 uur ook kunt uitdrukken in een andere eenheid, bijvoorbeeld 120 minuten. We praten over tijd, maar we drukken het uit in een andere eenheid. Nou, bij energie kan dat dus ook. Nou, 1 kilowattuur aan elektrische energie kost 20 cent. Dus hoeveel moet ik dan betalen? Wat is mijn prijs? Ja, dat is die 34 kilowattuur keer 0,20. En dan komt eruit dat ik 6,8 euro moet betalen in 1 jaar om deze lamp aan te zetten, 4 uur per dag. Dus ja, in deze opdracht komen eigenlijk alle leerdoelen voor, hè? De algemene formule voor vermogen hebben we hier gezien. De speciale formule voor vermogen voor elektrische apparaten hebben we hier gezien. En dan hadden we als vierde leerdoel ook nog kunnen rekenen met energieprijzen. En dat zijn we hier aan het doen. Oké. Dat begripje rendement laat ik even zitten. Dat is voor deze les nog niet belangrijk. Kijk eens naar deze oefening. Ik heb een batterij van 9 volt aangesloten op een weerstand R die in serie staat met een ledlampje. En dat ledlampje gaat alleen maar. Nee, dat ledlampje levert een vermogen van 21 milliwatt. Er is ook gegeven dat er uit die spanningsbron, uit die batterij, een stroom loopt van 0,030 ampère. En de vraag is nu om uit te rekenen hoe groot moet die weerstandswaarde R nu zijn om dit lampje op deze batterij goed te laten werken. Want het kan zo zijn dat als ik geen R gebruik, dus ik sluit dat lampje, die ledlamp, direct aan op de batterij, dat er dan veel te veel stroom gaat lopen, waardoor dat lampje doorbrandt. En zoals we weten, een weerstand is een soort van rem op de stroom, hè? En die moet een bepaalde grootte hebben, die rem, zodat de stroom door het ledlampje precies goed is, zodat die gaat branden en niet te groot wordt. Nou, welke waarde van R hebben we hier nodig? Nou, om een weerstand te kunnen uitrekenen, hebben we twee gegevens nodig, hè? Dat is de spanning en dat is de stroom.
Nou, over die stroom hoeven we niet lang na te denken. Want als ik zo kijk naar de schakeling, de stroom die uit de batterij vloeit, die gaat volledig door de weerstand heen, want die splitst nergens af. Dus ik kan zeggen dat die stroom door de weerstand gewoon 0,030 ampère is. Maar ik heb ook een spanning nodig van de weerstand. En die is niet gegeven. Ik verleg mijn focus nu eventjes van de weerstand. Ik ga naar de led kijken. Want ik kan niet verder werken met de weerstand. Die U is onbekend. Ik hoop dat als ik naar de led kijk, dat ik wel achter de U van de weerstand kan komen. Ik ken een vermogen 21 milliwatt. Dat is dus delen door 1000. Dat is 0,021 watt. Ik ken ook een stroom van de led, 0,030 ampère. Want het is een serieschakeling. En de eigenschap van serieschakeling wat betreft stroom is dat de stroom overal gelijk is. Nou, als ik nu kijk naar deze formule, jongens, P is U keer I, dan levert mij dat de spanning van de led op. Want ik kan dan P delen door I. Dus als ik die twee getalletjes ga delen, 0,021 gedeeld door 0,030, dan komt er 0,770 volt uit. Dat is de spanning van de led. Nou, nu kan ik de opdracht eigenlijk afronden, want ik weet van serieschakeling dat de bronspanning van 9 volt wordt verdeeld over alle apparaatjes in die serieschakeling. Dus ik kan hier zeggen, het is de spanning van de weerstand plus de spanning van de led. En dat vertelt mij dan dat de spanning van de weerstand 9 min 0,70 is en is dus 8,3 volt. Zo zie je hier dat de eigenschappen van serieschakeling wel nodig zijn om de vraag te kunnen oplossen. En dus die vraagtekens die hierboven stonden, die kan ik nu beantwoorden. Daar staat 8,3 volt. En met deze twee gegevens kan ik de weerstandswaarde uitrekenen. 8,3 gedeeld door 0,030. En daar komt dan uit 277 ohm. Dus met deze weerstand krijgt de led precies genoeg stroom, zodat hij goed gaat branden en dat hij niet doorbrandt. En wat betreft significantie zou je dan 2,8 keer 10 tot de tweede moeten opschrijven. Twee significante cijfers. Dus dit is een rekenvoorbeeldje in een schakeling hoe je met vermogen kunt werken. Kijk eens nog eventjes naar deze aanvullingen op de elektrische schakeling. Ik heb hier alles erbij geschreven bij de weerstand en de led, wat we ervan weten. Dus we hebben hier de stroom 0,030 bij R en bij led. We hebben de twee spanningen 8,3 en 0,7. En we hebben de eerste weerstandswaarde 277. Ja, afgerond was die 278, wat dacht? Nee, 277, dat klopt wel. Ja. Kijk, deze schakeling hebben we eigenlijk gebouwd om een ledlampje te laten branden. Dus daar zit ons doel, hè? Een lampje laten branden. Ik kan dan zeggen, hier zeg ik, dit is de nuttige energie. Als ik P kan uitrekenen, P is U keer I en dan vervolgens E is P keer T gebruik, dan komt daar een elektrische energie uit van het ledlampje. Dat kan ik nuttige energie noemen. Wat die weerstand doet, is ook energie produceren. Maar een weerstand die schijnt niet, die maakt geen licht. Waar zet die weerstand zijn elektrische energie nou in om? Ja, in warmte. En die warmte kan ik uitrekenen, want ik kan U keer I doen voor de weerstand, 8,3 keer 0,030, daar rolt een getalletje vermogen uit, P. En dan kan ik E is P keer T invullen als aan mij wordt gevraagd.
Hoeveel warmte maakt de weerstand nu in 60 seconden? Dan kan ik E is P keer T gebruiken met T 60 en de P wordt dan 8,3 keer 0,030. Dan heb ik de energie uitgerekend die de weerstand in een minuut maakt. En bij een weerstand is die energie warmte. Maar waar betalen we nu eigenlijk allemaal voor? Ja, dan moet je naar de spanningsbron kijken. Want dat kan een batterij zijn die leeg raakt. Daar heb je voor betaald voor die batterij. Of het kan een stopcontact zijn. Dus dan moet je aan je energiemaatschappij gaan betalen. Dus als je naar de kosten kijkt, dan moet je naar de spanningsbron kijken. Dan kan ik weer E is P keer T gebruiken. En die P die volgt dan uit U keer I met 9 volt en 0,030 ampère. Nou, die getalletjes die heb ik dan uitgerekend voor jullie. In het rood staan ze erbij. Dus zoveel joule, 0,249 joule, wordt er in 1 seconde aan warmte gemaakt door de weerstand. Dat betekent P-verlies. 0,021 joule wordt er in 1 seconde aan nuttige energie geproduceerd door het ledlampje, oftewel licht. En hier staat 0,27 watt. Dat betekent dus, er wordt 0,27 joule in 1 seconde aan elektrische energie hier verbruikt in totaal. En 0,249 joule daarvan gaat verloren. Dus eigenlijk is het een hele onpraktische, hele dure schakeling om een ledlampje te laten branden, want ik heb gigantisch veel verlies waar ik wel voor moet betalen. Oké, nog een voorbeeldje. Ik stofzuig elke week, één keer. In het weekend doe ik dat. Ik ben een half uur bezig door heel mijn huis, 30 minuten lang. De energieprijs is 2 eurocent per kilowattuur. En mijn stofzuiger, ik heb even gekeken op het labeltje, heeft een vermogen van 2 kilowatt. Dan wordt aan mij nu gevraagd: bereken de verbruikte energie in 1 jaar. En dan vraag B: hoeveel moet ik nu betalen voor 1 jaar stofzuigen op deze manier, half uurtje per week? En dan wil ik ook weten hoeveel stroom loopt er nu tijdens het stofzuigen door dat apparaat. Nou, hoe ziet de uitwerking daar hier uit? Bereken de verbruikte energie. Dus E is P keer T. Er kwam een vraag binnen. Ja, zeg maar. PKT, dus 2 kilowatt reken je om naar watt, dus dat is dan, even kijken, 2 gedeeld door 1000. Heel goed. Heb ik voor je gedaan. Dat... 0,002. 20 eigenlijk. Twee significant aanhouden. Heel goed. En kun je ook iets zeggen over de tijd? In een jaar zitten 52 weken. En elke dag... elke week stofzuig je 30 minuten lang. 30 minuten keer 60. Heel goed. Prima. Mooie aanvulling. Kijk, daar staat op wat jij zegt. En voor de duidelijkheid heb ik de eenheden nog tussen haakjes bijgezet. Dus ik heb watt en seconden gemaakt. Ja, en dan gaan we dat uitrekenen. En dan komt daaruit 187. De eenheid is joule. Ja. En dan wordt aan mij gevraagd om dit ook te doen in kilowattuur. Dus ik ga nog een keer E is P keer T gebruiken, maar nu in kilowatt het vermogen. Nou, dat staat in de tekst, gewoon 2,0. Voor de duidelijkheid zet ik er nog even bij in welke eenheid ik het aan het invullen ben. En de tijd is het aantal uren in een jaar dat ik het gebruik. Nou, het is een half uurtje per week. En ik heb 52 weken, dus dit is het aantal uur. Wat komt daar dan uit? Daar komt uit 52 kilowattuur.
Dit is dus evenveel energie als 187 joule, hè, jongens. Alleen op een andere manier uitgedrukt. Net zoals we kunnen zeggen, nogmaals, 2 uur duurt even lang als 120 minuten. Dus 187 joule elektrische energie is evenveel als 52 kilowattuur. Oké, vraag B. Hoeveel moet ik nu betalen? Nou, ik heb die kilowatturen nodig. Wat is mijn prijs? Dat is dan 52 kilowattuur keer 0,02 cent. En dan moet ik betalen, dan komt er uit 1,04 euro. Nou, dat is lekker goedkoop. Nou is die energieprijs van 2 cent per kilowattuur wel heel erg laag hoor. Volgens mij is dat wel 10 keer zoveel die prijs. Maar ik heb nu gewoon even een getalletje bedacht. Nou, ik zie een vraag binnenkomen in de. Ah ja, Toon. Oh ja, goed zo. Dank je voor de aanvulling. Wat zijn we nou aan het doen hier? Toon heeft mij gecorrigeerd. Ik ging even te snel mee in de antwoorden die ik zojuist kreeg. Jongens, kijk eens hier. 2 kilowatt moet naar wat? Moeten we niet delen door 1000, maar keer 1000 doen natuurlijk, hè? Het is toch 2000 watt? We hebben twee voorbeelden gezien waar we moesten delen door 1000. Dat hebben we zomaar overgenomen. Dat moet natuurlijk 2000 zijn. Doenja, snap je dat? Want jij gaf dat antwoord door. Ja. Ja, hè? Ja, dankjewel Toon voor de aanvulling van jouw kant. Dan moeten we dat natuurlijk even gaan aanpassen. 2000 keer 52 keer 30 keer 60. En dan komt eruit een gigantisch groot getal. Even kijken hoor. Ja, dat wordt 1 miljoen keer groter natuurlijk. Zo. Zo, dat is het. Oké. Goed, nou gelukkig verandert er niks aan vraag B, want die joule is daarvoor niet nodig, maar wel de kilowattuur en die hebben we wel goed gedaan. Nog even checken voor de zekerheid. Ja, dat gaat goed. En dan, hoeveel stroom loopt er nu door de stofzuiger? Ik heb de letter I nodig. Nou, ik doe U keer I. En de P ken ik, hè? Nou, trappen we daar niet meer in. 2 kilowatt, maar moet naar. Wat? Dus dat is zoveel wat? Ik heb een U nodig. Huishoudelijke apparaten. Daarvan moet je uit jezelf weten dat daar een spanning van 230 volt op staat. Dat wordt soms niet gezegd. In dit geval is dat zo. Dat wordt niet gezegd. Dus I en nu de formule goed omdraaien. P gedeeld door U is die 2000. Delen door 230. En dan komt daaruit 8,7 ampère. Zo, oké, dat is dus nog een ander voorbeeldje geweest om je te laten zien wat voor soort berekeningen je moet kunnen maken in deze paragraaf. Oké, nou gelukkig in de uitwerkingen. Heb ik die vergissing hier niet gemaakt? Het gaat helemaal goed hier. Ja, oké. Mooi. Goed, jongens, als afsluiting op de les zou ik nu willen zeggen: opgave 49 uit het boek is basisniveau. En die